Nou, dat kan wel, maar dan moet je wel eerst lid worden van de Consumentenbond en dat kost 29 euro. En dat is eigenlijk niet nodig, want er zijn een heleboel vergelijkers te gebruiken op allerlei sites, zoals die van Radar en zoals die van Kassa en nou, nog een aantal, waar je helemaal gratis een goede vergelijking kan maken. Dus dat is toch wel jammer dat dat er niet even bij vermeld wordt.